geleden gehad. Tot 2 weken terug heeft hij zelf een nieuwe spelcomputer gekocht. Dus gepaard van zijn eigen geld. En die staat nu boven. Dus ik heb wel minder controle. Dus ik ga nu regelmatig gewoon even kijken. Maar het is toch ook je kinderen kennen en gewoon weten ook. Van... Je weet wat voor invloed het spelen van een game heeft zo iemand. Ja. En ik bedoel, dat is eigenlijk waar het allemaal om gaat. Als kinderen risico lopen door het spelen van een bepaalde game... Dan is het aan de ouders om dat te zien en daar iets mee te doen. En of dat nu om games gaat, of dat het, weet ik veel, om voetballen buiten gaat of wat dan ook. Dat, het is allemaal hetzelfde. Het gaat erom dat de ouders naast de kinderen gaan staan en gaan kijken wat ze doen. Ik wil daar verder op ingaan, op de houding van de ouders, hè? Hoe actief die zijn. Dirk, heb jij strengheid van je ouders gemist? Op het begin niet. Toen, ja, ik ben echt heel vroeg begonnen. Mijn fascinatie voor de computer heeft ons mama altijd gezegd. Dat is vanaf mijn 2e jaar begonnen. En ik heb altijd vanaf mijn 6e eigenlijk dat ik echt kinderspelletjes begon te spelen. En heb ik altijd met de kookwekker er langs gezeten achter de computer. Heel streng eigenlijk. Of ja, gewoon duidelijk. Mm-hmm. En op een gegeven moment na de scheiding. Toen pas is dat, zijn ze die controle gaan verliezen. En ze hebben van alles geprobeerd, maar ik verzon wel iets om eronder uit te komen, om die tijden te omzeilen en gewoon te kunnen spelen. En ja, op een gegeven moment toen wist ik ook gewoon, dan kan ik, als mijn ouders slapen, kan ik gewoon achter de computer gaan zitten en doorgamen. Dus, maar als je met zulke ideeën aankomt zetten, dan heb je echt een probleem. Ja, hoe doet u dat, Frans Silkens? Ja. Bent u streng, zegt u op een gegeven moment tegen Stan, nu is het klaar, we stoppen ermee? Oh, dat komt wel eens voor, maar over het algemeen niet. Hm. Wat ik wel doe is, ik bied afwisseling. He, dus als we gegeten hebben of zo, dat we een basketbal nemen, dat we naar buiten gaan en dat... Dan lok ik hem die kant op en dan doen we dat een paar keer en dan... Lokt hem die kant op, zegt hij. Ja, dan lok ik hem naar buiten. Maar wat bijvoorbeeld ook gebeurd is, naast het gamen heeft hij ook nog natuurlijk andere hobby's. Hm. Hij speelt gitaar, hij doet badminton. Dus het is niet alleen gamen wat hij doet, maar dat vindt hij wel leuk om te doen. U noemt dat eten, na het eten lok ik hem naar buiten. Hoe gaat dat voor het eten als hij zit te gamen? Ja, nou, normaal gesproken, als je uit school komt, dan gaat hij eerst even zitten en even hangen. En dan maakt hij zijn huiswerk. En als zijn huiswerk klaar is, ja, dan mag hij rustig gaan gamen. Ja, en als het eten dan klaar is? Dan komt hij eten. En, okay. Ja, is het zo simpel, Stan? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, dan stop je, zet je hem gewoon uit, klaar. Ja, ik maak wel even mijn potje af. En meestal ga ik na dat potje basketbal ook gewoon fijn verder. Ja. En hoe lang duurt dat dan, om dat potje nog af te maken? Ja, dat ligt eraan hoe groot de tegenstand van mijn vader is. Als ik hem zo een paar keer eruit gooi, dan wil ik hem nog wel een paar keer van hem winnen. Nee, met game, hoe lang duurt het voordat je potje game af is? Oh, ja, dat kan variëren van 2 minuutjes tot 1 minuutje of 10. Het zal niet echt veel langer zijn. Nee. Okay. Ik vind dat wel iets waar je als ouder aan moet wennen. Want je bent ook vaak geneigd. We gaan nu eten, nu gelijk komen. Maar ja, goh. Hoe moet je wennen dan? Waar ben je aan? Eraan wennen dat het ook even duurt voordat ze komen. Voordat ze naar... Ik zou daar niet zoveel moeite mee hebben, hoor. Ik zou daar Hoezo niet, meneer Bergsma? Ik zou daar niet zoveel moeite mee hebben. Ja, etenstijd is etenstijd. Toch? Of niet? Ja, vind ik ook. En wat ook een punt... Nou, nee, laat mij even reageren, meneer Silkens. Etenstijd is etenstijd. Nou, ik heb dat niet. Ik bedoel, als je dat potje afmaakt, is dat prima. Etenstijd is etenstijd. Hoe gaat het bij u? Etenstijd is etenstijd. Ja. Ja? String. Ja, in principe wel, ja. Maar het enige nadeel is dat je bij de gewone spelletjes kan je hem op pauze zetten. En bij de online games kan je dat dus niet. En dat is jammer, want dan moet hij dus halverwege het spel moet hij afbreken. En normaal kon je eventjes pauze zetten en dan kon je van tafel af. Het is niet anders. Dus nu is het echt van, jammer dan. We hebben een keer een hele ruzie samen gehad. Dan zat hij dus in datzelfde online game. Hij moest naar school. En op een gegeven moment heb ik hem uitgedrukt. Ik zeg, nou ga je naar school. Okay. En wat deed jij toen, Steve? Nee, ik heb mezelf uitgedrukt. Nou ja, ik heb gezegd, nou ga je naar school. Waar of niet? Ja, okay. Was je heel boos op mij. Boris van der Ven, heeft de game-industrie ook niet een verantwoordelijkheid... om te zorgen dat ze niet zo lang doorgaan? Dat er altijd maar weer een vervolg is? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat de games-industrie op zich niet zo gefocust is op dit probleem. Omdat het überhaupt de vraag is van hoe ziet dit probleem eruit? Wat is de definitie van gameverslaving? Ja. Daar worden nog hele discussies over gevoerd... Als het gaat om gewelddadige games voor kids. Absoluut, daar wordt heel veel aan gedaan. En Call of Duty Black Ops, daar staat ook groot 16 plus op. Er zijn zelfs wettelijke bepalingen dat je niet 16 plus games mag verkopen. Nicole van Mil, werkt dat goed?
Ik denk dat, dat de game-industrie daar wel iets meer verantwoordelijkheid in zou kunnen nemen. En dan zit ik meer te denken aan van, goh, wijst de gamer ook op de nadelige gevolgen van het gamen. De jongeren die wij zien in de verslavingszorg, die zijn er vaak toch redelijk ernstig aan toe. Die hebben heel veel problemen op heel veel verschillende levensgebieden. Ook lichamelijke klachten en psychische klachten, problemen met school. Dus ik denk, daar zou de game-industrie misschien wel een wat grotere rol in kunnen spelen. Misschien ook helpen? Richting met doorverwijzing naar de hulpverlening. Ik weet zeker dat het niet zou helpen. Ik bedoel, er staat op een pakje sigaretten dat je doodgaat. En gaan mensen daarmee stoppen van roken? Ik denk het ook niet. Dirk, wat denk jij? Zou het wel een betekenis kunnen hebben? Ik denk dat een klein stukje informatie over gameverslaving... ik denk dat de game-industrie daar wel... absoluut in zou kunnen bijdragen. Ja, of het helpt of niet, dat is altijd maar de vraag. Meneer Bergsma? Nou, het punt is natuurlijk toch wel, dat is de laatste jaren ook steeds meer bekend geworden. Het puberbrein is kwetsbaar. Dat is gewoon constateerbaar. En ik denk dus toch dat je samenleving ook je verantwoordelijkheid moet nemen. Zonder tegen games te zijn. Want waarom zou je? Ik denk met name ook in de preventieve rol dat daar wel meer aan gedaan kan worden. Ja. Steve, wat wil jij zeggen? Nou, ik vind eigenlijk dat als je echt nooit heb gegamed, dat je er nou echt niet echt heel erg over kan praten. Zeg je dat tegen meneer Bergsma nu eigenlijk? Zal ik dan maar eens even gaan kijken hoe het met de andere gamer hier gaat met Silvano? Hoe gaat het? Goed. Wat heb je gewonnen? Nee, lekker. 11e/10e. Je bent 11e of 10e geworden? Ja. Oh. En nu? Verder spelen. Hoe lang nog? Tot een huis gaan. Nou, ik zou je teleurstellen, denk ik. Dat zou wel eens heel snel kunnen zijn. Ja. Nee, ik kan nog wel iets. Mensen, je vader en moeder op wat zeuren. Ja, ga je van je computer af. Maar een vader en moeder leest een boek. Die zit ook stil. En die heeft ook toch iets spannends. En een game is ook spannend. Je moet en toch... Een kind gaat gewoon naar school. Gaat met de fiets meestal. En de ouder gaat in auto. Dus dan lopen ouders uit. De wijde woorden van Silvano. Ik dank u allemaal heel hartelijk voor het meepraten vanavond. Silvano, succes nog verder. Dit was Rondom 10 voor vanavond. Als u meer wilt weten, ga dan even naar onze website rondom10.ncrv.nl. Volgende week is de allerlaatste Rondom 10 in haar bestaan. Dan is het dus ook game over voor Rondom 10. Dus per se kijken volgende week. Heel fijn weekend en graag tot dan. Dag.